gasten. Yo gasten, welkom bij Ali. Zo, dat hoor je wel goed hoor, denk ik. Yo gasten. Welkom terug bij Ali Experts. Juist. Juist. En wat hebben we dit keer? We hebben een gun. Hij schiet kogels. Laten we hem even wat beter bekijken. Ja. Ja. Let's go, Dio. Let's go, Dio. Yo, daar zijn we dan hoor. We hebben kogels. Een gun. Ja, wat een horror van Roos. En een magazijn. Een magazijn. Ik zie een plaatje voor me van een magazijn, zeg maar. Ja, magazijn. Ja. Kogel 1. Gaat erin. Kogel 2. Ja hoor, zit erin. Mooi. Dat geluid. Ik vind het voor een speelgun echt best wel dat het kan. Vind ik vet. Kinderlijk, ja. Of zo, hè? Oh. Het heet kokken in het Engels, maar ja. Die hoorden ze vast heel goed. Mag ik het ook een keer proberen? Oh! Oh, subtiel. Mag ik ook op de... Iii. 2 hours later. Hey! Niks meer dan doen. Kippen hoor! Oh! Duut! Ja? Je hebt even geschoten, hè? Ja. Wat vind je ervan? Hij schiet een beetje zacht. Het plafond is hier niet zo heel hoog en hij raakt hem bijna niet. Maar daarbuiten vind ik hem echt heel erg vet. Wat vind jij? Ik vind het leuk, maar heb je gezien hoe die kogeltjes eruit vliegen? Ja, een beetje zacht. Beetje poepenkakka. En wat nog weer? Ja, ze komen er niet recht uit. Niet zo recht. Misschien kunnen we dat even beter laten zien aan jullie. Kijk maar. Zagen jullie hoe die kogel eruit kwam? Dat is niet echt... Dat is weer een beetje... Ik denk dat ze daarom niet zo hard gaan. Zullen we eens even kijken of we hem open kunnen maken en of we er... Gaan we hem een beetje tweaken. Hé, hey, zit er veer in! Oh. Wil je zien een muziekje? Zien een muziekje? Ja. Horen een muziekje en als we klaar zijn, dan schiet je hard, jongen! We zijn weer terug. We zijn geslaagd. We hebben nou, dat weet je nog niet. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet, want we hebben nog niet eens gevuurd. Nee, dus aan jou de eer. Ja, dat kost veel moeite. Dat maakte wel herrie. Kijk eens of we het plafond kunnen raken deze keer. Wat een geluid, hè. Nou. Zien jullie dat blikje? Een gat erin. Auw. Er zit een deuk in hoor. Er zit een deuk in. Hoe vliegt het kogeltje eruit? Oh, slow-mo. Hij vliegt er nog steeds een beetje raar uit. Hij vliegt in ieder geval harder en hij lijkt ook wel iets rechter te schieten. Maar ja. Dat kan ook puur toeval zijn hoor. Dude, wat kostte die? Hij was 7,70 euro. 7,70 euro, man. Zo. Hoe lang moet je dan sparen als je 7,70 euro per week krijgt? 6.5 hours later. Een week. Oké, okay, nou een week jongens, als je zoveel geld krijgt dan hè. En weet je waar het nu tijd voor is? Voor cijfers! Wat vind jij ervan? Het is wel een beetje duur, maar... Het voelt echt heel leuk. En hij schiet niet zo hard. We hebben hem even geüpgrade. En nu is hij best wel goed. Hebben we wel zelf moeten doen. Een 6. Ik en jij groot. Volgens mij gaat Flip iets hoger schieten. Ik ga het een 7 geven. Oké. Okay. Nou, dit vonden wij van deze gun. Op naar de outro. Vond je de video over deze gun nou leuk? Abonneer hem even, want we maken heel veel video's van dit soort dingen. Ja. Ja, wat kunnen ze nog meedoen? Liken. Liken kan je ook. Oké, tot de volgende keer. Yo. Later.